Hallo, goedemorgen iedereen. Ik ben Ine en I want to make video marketing great again. Want eigenlijk, ik moet jullie een beetje teleurstellen. Want heel veel videoopdrachten komen eigenlijk altijd op hetzelfde neer. Het moet een video zijn die zoveel mogelijk mensen bereikt en liefst ook wel nog wat grappig, heel leuk of heel trendy en hip. Maar als gevolg, eigenlijk lijken alle video's op hetzelfde. En dat is jammer, want videomarketing heeft zoveel meer mogelijkheden dan die ene enkele video. Daarom wil ik jullie graag voorstellen aan VX, voluit Viewer Experience. Het heeft als doel ieder stukje visuele content authentieker, consistenter en persoonlijker te maken, om zo een specifieke reactie uit te lokken. Bijvoorbeeld het liken op social media, een subscription op een nieuwsbrief. Het heeft heel veel mogelijkheden. En dit doe je door strategisch na te denken over video doorheen de volledige customer journey. En let op, video is voor mij veel meer dan één lange speelfilm. Het kan bijvoorbeeld een animatie zijn van een button, een infographic met animaties of zelfs een levende infographic. Oh, dat heb ik al gezegd. En als laatste, test en analyseer uitvoerig. Creëer een concept dat echt werkt en test totdat je zeker weet dat het de juiste reactie uitlokt. En plaats het dan pas online. Dus eigenlijk wil Viewer Experience zeggen dat je altijd start vanuit die customer journey. Daarom wil ik je ook graag enkele voorbeelden laten zien van merken die goed vertrekken vanuit dat standpunt. Zoals altijd, we starten met de awarenessfase. SNCF, de Franse treinmaatschappij met Europese bestemmingen, heeft volgende video gemaakt. Ze plaatsten een deur in enkele Franse steden en dit gebeurde er. Een heel kort fragmentje, want ik heb ook maar een kleine 5 minuutjes. Maar het is zeker de moeite om de volledige video eens uit te kijken. Maar waarom vind ik deze video nu zo goed? Wel, ze maakt gebruik van de huidige technologieën van video. Een livestream implementatie, waardoor dat je campagne echt interactief wordt. Daarna volgt de consideration fase. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk informatie dus mee te geven over je product. En dat kan je doen aan de hand van een video waarin je je product uitlegt. Maar dat hoeft niet altijd zo'n lange video te zijn. Hier in het voorbeeld van Apple plaatsen ze een animatie op de website zonder geluid die aantoont wat de gebruikservaring is van de nieuwe touchbar in de laptops. Dus het hoeft niet altijd heel groot aangepakt te worden. De gebruikservaring van dit product wordt heel duidelijk visueel weergegeven en zegt zoveel meer dan 1000 woorden. Daarna komen we in de aankoopfase. Hier heb je een iets directere aanpak voor nodig. Dus bijvoorbeeld laat je een testimonial aan het woord of je maakt een vergelijking tussen 2 producten. Maar denk zeker ook na over het bestelproces. Online video of online aankopen en mobiele aankopen zullen de laatste tijd alleen maar stijgen. Denk dus goed na hoe je bestelproces in elkaar zit en denk hoe een animatie of een kleine video die bestelervaring van de gebruiker positief en kan versnellen. Daarna komen we in de loyalty-fase. Hierbij is het de bedoeling om zoveel mogelijk te inspireren en te educeren. Absolute Drinks maakt een volledige reeks tutorials van hoe je een verfijnde cocktail bij je thuis maakt. Heel leuk gedaan en zeker de moeite waard, want het is echt heel eenvoudig. En als laatste, advocacy. Nutella weet als geen ander hoe ze hun fans kunnen stimuleren om zelf promoted content te maken op hun social media. Een kleine video.
Zo, ik hoop alvast dat ik jullie heb kunnen laten zien dat videomarketing zoveel meer kan betekenen dan die ene virale video die zoveel mogelijk mensen bereikt. Denk vanuit die customer journey en zet in op viewer experience. En ik kijk er alvast naar uit naar jullie creatieve en uitdagende videoopdrachten. Dank jullie wel.